We zijn gewoon gemeen. Je loopt echt. Nou, hallo allemaal. Ik heb vandaag niet zo heel veel gedaan. Waarom is die camera niet scherp? Ja, daar ben ik. Oké. Okay. Zijn we een video of? Oké. Okay. Ik heb vandaag, ik had gisteren stage. Maandag heb ik niks gedaan. Ik heb op scooter gekregen. ik heb hem vandaag griepspuit gaan halen. Kijk, je ziet het ook. Heel zielig. Die vrouw deed echt pijnlijk erin. Hier zie je twee foto's. Hier zie je twee foto's. Dat ik heel veel pijn had en ik me aanstelde. En ik ga zo naar de... productie. Eindshow, kan ik het zo noemen? Productie. Naar de productie van mijn zus. Want ze heeft een productie geleid. Een productie geleid. Het acteergedeelte van die productie heeft ze geleid. Dus daar ga ik naartoe. Maar ik heb een pakketje gekregen van Pandora. Van UNICEF. Want ze hebben een... UNICEF? Ja, van UNICEF. UNICEF. Ja. Mama, je zit de hele tijd te spugen en te gorgelen. En... Okay. Ik heb dat niet zien staan dat het... In ieder geval, het is dus voor UNICEF. UNICEF met kinderen. Voor het World Wild. Voor Children's Day. Als deze video online komt, is het World Children's Day. Kijk. Ja, kijk. Met een smiley en met een meisjesteken. En het is dus voor World Children's Day. Samen met UNICEF. Want het is op 20 november. Alle omzet. En alle omzet die ze maken, Pandora. De 20ste. De 20ste gaat naar UNICEF. Dus dat armbandje heb ik om, want ik steun kinderen ook. Want ik kan er zelf. Doe nou even om alsjeblieft. Nou jongens. Ik ben mijn make-up klaar. Zullen jullie benieuwd zijn hoe ik dat doe? Check even het i'tje. Want ik heb namelijk maar een make-up routine van 10 minuten. Dus als jullie er ook zo naar neigen om zoiets snel te hebben, dan moeten jullie zeker die video kijken. En dit doe ik aan vanavond. Ik heb dit Morshot aan van Nick en Nick. Die hebben jullie wel vaker gezien. En dan deze broek van Frank and Liberty. Hele mooie flare broek. Laarsjes zijn... Ik weet niet waar die laarsjes van zijn. Van Straatstijl. En dit jasje is super leuk. Dit is van een nieuwe collectie van Nick en Nick. Ik ben echt verliefd op dit jasje. Ik vind het zo ontzettend leuk, dit jasje. By the way, als jullie de dingen niet kennen. Dit is de kamer van mijn ouders. Maar ik vind echt, echt heel leuk dat jasje. En dan heb ik gewoon zo'n knotje in. En dan heb ik gewoon oorbelletjes in. Deze oorbelletjes van mijn jewelry en van Pandora. Deze, oh shit. Gewoon ringen en allemaal armbandjes van Pandora. Dus, dit heb ik aan. Oké, okay, ik ga eens even filmen. Ja, grapje. Iris, nee, grapje. Hoi, Iris, als je kijkt. Oké. De show is nu voorbij. Lot en ik zijn belangrijk. Ja, we hebben wat hebben jullie gedaan? Wat was jullie vertel. Kijk, wij waren niet in de show te zien. Maar Lot en ik hebben de projectleiding gedaan van drama. En we hebben dus ervoor gezorgd dat alles backstage goed geregeld was. En maar zodat je kan zien... En ook voor popmuziek. Ja, maar ja. Zoals je ook kan zien, zijn ze ook heel goed opstage. Ja. We kunnen heel goed vertellen. Ja, heel goed. Kunnen wij onszelf verwoorden. Ja, we zijn... Kijk, gelukkig. Ja. We zijn gelukkig... kijk, dat in het schermpje. We zijn dus gelukkig erg blij met hoe de show is gelopen. Ja. We hadden even een beginstuk. We hadden een beginstruggel, maar dat is opgelost. En we zijn super trots en het was leuk. Hè, Emma? Hè, Emma? Ik heb griepspuit. Nee, was leuk. Ja, was heel leuk. Dag, vloggers. Hallo allemaal. Het is vandaag woensdag. Nee, donderdag. 14 november. En het is... Of 7 bijna, waarom stelt hij niet scherp? Ja, daar ben ik. En ga ik naar een vriend van mij. Ik heb echt super veel zin morgen in het Nick en Nick ding. Kimora, Stefania, Force, Pieter Gabriel. Kan ik allemaal weer zien en dat vind ik echt heel leuk. En wat heb ik nu aan? Ik heb een Nick & Nick trui aan van
de nieuwe collectie. Deze. En wat ik zo leuk vond in deze is dat hij die streep op de achterkant heeft. En dan heb ik een flare broek aan van Frankie Liberty. Dus ja, dit is mijn outfit. En ik had vandaag een maatschappijtoets. En daar heb ik een 7,6 voor. Dus ik ben heel blij. Goedemorgen allemaal, het is vandaag vrijdag. En ik ga vandaag dus naar Nick en Nick. Dat event, maar voordat ik naar Nick en Nick ga, moet ik eerst nog naar school. Tot 2 uur, want ik moet wat verder uit school komen voor het event dus. En dan ga ik naar de Winter Efteling, want daar is dat event. Ik heb echt heel veel zin in, dus ik hoop ook echt dat het heel leuk wordt. En ik heb nu weer dezelfde trui als ik gisteren aan had, omdat ik deze maar gisteren maar een paar uur heb aangehad. Dus het is ook niet 4 of zo. Ik moet even de mascara boven mijn ogen weghalen. En naast mijn oog. En onder mijn oog. Zo. We moeten opschieten. Waarom? Omdat we moeten opschieten omdat we een beetje laat waren. En het is helemaal aan de andere kant van het park. En waarom ben je zo laat? Omdat, waarom zijn we zo laat, Emma? Zeg heel even deze hoofdpijn. Emma, waarom zijn we zo laat? Reageer eens. Ze weet het niet, weet ik het. Waarom zijn we laat, Polly? Ik weet het niet. Ik zou het heel goed zien. Te lang aan het praten. Als je niet slow reed. Nee, grapje. Nee, het was druk. Hier is het. Ja, waar zijn wij? Jullie zijn... Maar hun zijn gewoon meer aan het rekenen. Mathieu, vertel eens even, wat ga je morgen doen? Ik ga morgen helemaal niks doen, want hij is niet interessant. Ik ga morgen naar mijn hol. Ik ga morgen naar Schiphol, want ik ga naar Polen. Wat ga blijf ik, Emma, wat ga ik in Polen blijf daar, alsjeblieft. Hij heeft wedstrijd. Voor atletiek, toch? Ja, ik ga hockeyen. Ik ben heel erg competitief. Hoe noem je dat? Competitief?
Ik ben niet goed in Nederlands. Hallo, tegen de vlog. Emma! Iedereen hier. We volgen Kimora. Oh. Oh, oh. Het is een vlog takeover. Zag ik jullie hier bent? Ik ben over Kimora. En ik ben de mama van Emma. Hoi. En nu zijn wij even de baas. Nu zijn wij de baas. We zijn nu aan het lopen naar de show, naar de modeshow, waar wij niet in lopen, want wij waren niet grappig. Ja. Het enige wat we hebben gedaan is geschaatst en gegeten en meer niet. Ja, maar ik heb eigenlijk niet zoveel gegeten. Ik heb best wel honger. Oh. Kijk, ik heb een skijas aan. Dat heb ik gekregen. Hold up, I am on my way. I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. Can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling. Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sunset, it is just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Ooh, yeah, that's what we do. We'll be chilling and having a good, good time. Dit gaan we opnieuw doen, want in het begin zei ik playback, maar jij kan gewoon serieus zingen. Ik wil dat jij even hier gaat staan, ik ga gewoon van je genieten. Ja, ik ben gewoon maar een achtergrondkoortje. Ik ken alleen de tekst niet. Maakt niet uit, ik ken ook al mijn teksten niet. Maakt niet uit, en ik zeg het nog steeds op. Ik wil dat je het publiek aankijkt, dit is jouw one minute of fame. Ze geven jou wel meer liefde dan dat ik krijg. Dus pak ze helemaal in. Geef erop voor mij, Stef, a.k.a. Rihanna! Thought I found a way. Thought I found a way out. But you never go away. So I guess I gotta stay now. Oh, I hope someday I'll make it out of.
takes all night for a hundred years. Oké, het feest is nu klaar. En ik heb deze superleuke jas gekregen van Nick en Nick. Het is dus een skijas en het is heel lekker warm. En het feestje was oprecht heel leuk. En ja, Sarah kwam ook. En ja, he's the real OG. maar ik vond het heel leuk. Wat vonden jullie ervan? Ik vond het zo wel moe. Ja, het was echt heel leuk. Het is echt maar heel warm. Ja, het was heel warm. Maar er komen door al die knappe mensen in de zaal. Ik denk serieus dat mijn trui echt zwaar uit kan knijpen nu. Maar als je heel erg veel zweet, val je ook af. Oh, nou, dan ga ik gelijk zweten. Het is zaterdag. Ik zit in de auto bij de verjaardag geweest van mijn neefje. Ik heb deze kei leuke jas aan van Nick en ik vind het echt super leuk. Maar we gaan nu weer naar huis rijden. Dus ja, dat wil ik even zeggen. Hoi allemaal. Op dit moment dat jullie dit kijken is het voor mij al maandag. Maar ik was vergeten de vlog af te sluiten. Dus bij deze doe ik dat nu even. Ik hoop dat jullie deze week ook leuk vonden. En dat jullie het leuk vinden dat ik weer eens een weekvlog heb. Ik heb lekker druk op twee, ik heb het gegeten. Maar ik hoop dat jullie deze week leuk vonden. Als jullie hem leuk vonden, doe nog een duimpje omhoog. Liken, abonneren, reageren. Laat in de reacties weten wat je vond van deze week. En zie ik jullie ook weer. Tot de volgende keer. Doei doei, veel kusjes van mij.